Dit zijn de Ria en Rudy zijn honden. En deze twee hondjes die lagen bovenop Ria. Ik denk waarschijnlijk om hun warmte aan haar te geven. Waarschijnlijk is dat ook wel een beetje haar redding geweest. Afgelopen woensdag ben ik hier aangekomen na enig wat zoekwerk. Hebben we de bus gevonden en op een gegeven moment zie ik een man met een baard voor het raampje zie ik naar me zwaaien. Hij kwam met de bus, ik zeg, ben jij Rudy Lubbers? Ja, zegt hij. Nou ja, ik was gechoqueerd en aangedaan wat ik hier aantref, zo hier die bus nu staat. En op een gegeven moment ben ik hier ook gaan kijken en ik zag Ria onder een deken. Ik heb haar niet gezien, alleen die twee hondjes die lagen bovenop haar. Daar lag Ria. Als je goed kijkt, die hoek daar zo. Zonder bescherming, zonder niets. En Rudy heeft hier weken, ik ga het laten zien, heeft hier geslapen op de voorbank. Onmenselijk. Het is bijna niet voor te stellen hoe ze hier de afgelopen wintermaanden zijn doorgekomen. De ramen die liggen eruit. Rudy probeerde nog met het kussen de wind een beetje tegen te houden. Ze hadden geen enkele vorm van verwarming en deze deur is ook helemaal kapot. Arie nam Rudy gelijk mee voor wat eten en drinken en gaf hem wat geld. Ook stelde hij zijn appartement beschikbaar, zodat Rudy en zijn vrouw geen nacht meer in de bus hoeven te slapen. Wat mijn plan was om deze mensen te helpen, omdat ze een dak boven hun hoofd kunnen krijgen en hun leven weer kunnen leiden wat ze wensen. Hoe reageert Rudy op jou nu? Nu? Ik ben zijn vriend. Vanmorgen heb ik met hem gesproken. Hij klinkt heel anders dan gisteravond. En hij zegt, ah, jij bent mijn vriend. Hoppie. Hij heeft nog steeds een rechterhoek in huis. Rudy Lubbers is ondanks alles zijn vechtersmentaliteit en humor niet kwijtgeraakt. Ik voel me berensterk. Ik zou het liefst morgenavond een wedstrijdje boksen. Een rondje of drie. Ja, pa. Na jaren zonder contact lopen vader en zoon weer naast elkaar. Marco had tot vorige week geen idee dat het zo slecht ging met zijn vader en schrok toen hij aankwam. Ter plekke hebben wij direct besloten om medische hulp in te schakelen voor Ria. Die is in kritische toestand overgebracht naar het ziekenhuis hier in de buurt. Zorgelijk, maar inmiddels stabiel. De familie krijgt veel steun vanuit Nederland. Er is al bijna 15.000 euro ingezameld om Rudy en Ria nu de goede weg op te helpen. Ik heb zelfs bedragen gezien die dus de 5 euro dik overschrijden. 250, 500 en zelfs 1000. Nederland is warm. Ook mijn telefoon heeft na zondag niet meer stilgestaan. Dus, hoe komt dat, denk je, dat mensen er zo van onder de indruk zijn? Ik denk dat mijn vader niet beseft hoe trots Nederland op hem is. Ja, dat merk ik wel. Hé, hey, alles bij elkaar. Is het niet eindelijk tijd voor een lekker biertje? Ja. We hebben nu even rust nodig. Hij moet aansterken. Ria moet weer op poten. En dan gaan wij eens bedenken hoe wij de toekomst in gaan vullen.